We gaan in deze opgave een som uitwerken die gebaseerd is op logaritme. We zien hier een a, er wordt een b genoemd, er wordt een g genoemd. Er zijn allerlei exponenten omheen. En ze willen dat het exact berekend wordt. En er wordt ook verder gegeven dat g log a is gelijk aan 3 en g log b is gelijk aan 6. Dus daar moeten we wat mee. En wat we zullen moeten doen om dit uit te rekenen is gebruik maken van rekenregels. En de eerste rekenregel die van toepassing is, dat is dat we als we twee factoren hebben, dus een a kwadraat hier in dit geval en de maal de derde log van b tot de derde, die, met name dat die maalteken, die betekent dat we dat kunnen uitschrijven als twee aparte g-logs. En dat is de rekenregel die in bijna alle wiskundeboeken beschreven is. En in het boek Wiskunde de basis, dus ik schrijf dat even zo, Wiskunde de basis, staat dat op bladzijde 67 onder 4.3. En nou, zoek dat maar op, dan zie je dat. Ik ga die nu toepassen. Ik zal hem trouwens voor het geheel helemaal toepassen. Dus die rekenregel, die staat daar genoemd onder 1 en 2. En wat je dus doet is het volgende. G log a kwadraat plus g log derde machtsvertal uit 3 min de g log van g tot de macht min 2. Dus wat je, wat je ziet dat ik niet doe, is gelijk al die 3 bij die a invullen en die 6 voor die b. In principe zou ik dat kunnen doen. Er is niks wat me dat belet, maar ja, dat is niet zoals ik het nu wil aanpakken. Dus ik schrijf gewoon, ik pas de rekenregels toe en ik ga pas op het laatst ga ik pas die substitutie doen. Ik ga nu gewoon de regels toepassen. Oké, dit is dus één regel. Dus ik heb nu rekenregel 1 en 2 toegepast op deze bladzijde. Dus we hebben hier nu in plaats van factoren, hebben we hier nu 3 termen staan. Oké, nu willen we iets met deze exponenten doen. Dit is een exponent, dit is een exponent en dit is ook een exponent. Rekenregel 3, dat is de rekenregel die zegt dat g log a tot de macht p is gelijk aan p maal g log a. Die gaan we nu toepassen. Je ziet dus dat deze exponent die gaat naar voren. Dat wordt, dat wordt in feite een extra factor waarmee je deze factor gaat vermenigvuldigen. En dat betekent dat hier dan staat, als ik dat ga toepassen, deze rekenregel, dat er dan staat 2 maal g log a plus, laat ik deze even herschrijven, g log, en dan staat er de derde machtswortel uit b tot de derde. Dat betekent dat er b tot de derde is, gedeeld door 3. Dat is natuurlijk 1, dus hier staat gewoon g log b. Min, en dan die min 2 gaat naar voren. Min 2 maal g log g. Dus dit wordt plus. Nou, dan ben ik al bijna zover dat ik dat kan invullen, want hier staat namelijk die g log a is 3. Dat is 2 maal 3. Hè? Want dit is, hadden we gezegd dat dat 3 is. Hier staat g log b tot de macht 1, oftewel g log b. Oftewel plus 6. Want dit was namelijk 6. En dan staat er plus, want het is min min, 2 maal g log g. Ik zal deze nog eventjes zo opschrijven. Dit is 6. Dit is 6. Plus. En dan g log g is namelijk, wat is iets g log g? Dat is altijd 1. Dat is namelijk
G tot de macht 1 is G, dat is wat er staat. Als ik zeg 10 log 10, dan is dat altijd 1, omdat 10 tot de macht 1 is 10. Dat is wat hier staat. Dat betekent dus dat je dit mag, die G log G mag je substitueren voor 1. Dan staat er dus 2 maal 1. Dus 6 plus 6 plus 2 maal 1 is 14. En zo werk je dat uit.